Eva, ik zal ik mij daar zetten. Misschien is dat logisch, hè, dat jullie naast elkaar zitten. En ik zal ik dan de chocolade wel... Nemen. Ja, nou ja, wat Robin nu wat gaat doen, die gaat, er staat daar een doos achter en die gaat ongeveer per rij zo'n reepje uitdelen. Er zitten 6 stukjes in. Dus gewoon 1 iemand in de rij die kan het doorbreken, geeft een beetje door. Als het te weinig is, dan breek je ze nog eens door. Ze zijn al doorgebroken, zie ik helemaal goed. Geniet ervan, maar tijdens het kauwen met je mond dicht. En dan kun je ook vragen stellen aan ons. Zeg maar, we hebben een beetje een seaweed cynic naast ons zitten. Gaan we samen eens proberen of hebben ze zoiets van nee? Ja, we gaan dat samen doen. Mogen we oh ja, maar natuurlijk, hè. Maar dus hebben jullie ook allemaal wat al of niet? Dat komt eraan, hè. Oh, dat komt eraan. Nou, dan gaan wij vast live voordoen hoe het eruit. Ja, je proeft natuurlijk geen zeewier alleen. Maar je verwacht wel een pitch, hè. Nee. Dit is chocola. Weet je wat? Als je daar moet praten, dan geef ik je een stukje. Dankjewel. Ik zal wachten op even. Het ziet eruit als chocolade. Het is chocolade. En het ruikt ook als chocolade? Het ruikt als chocolade, het proeft als chocolade. En er zit zeewier in. Hoe ver staan we met het uitdelen van de chocolade? Dat komt langzaam en zeker gaat dat gebeuren. Dus. Eva is al bezig. En Eva? Goed. Ja? Lekker. Nou, dat staat jullie dadelijk ook te wachten. Chocolade is keigoed. Ja. Tuurlijk. Alleen wat je merkt, je zult allemaal stukjes zeewier, die blijven dadelijk tussen je tanden zitten. Ja, daar gaat mijn liefdesleven. Daar gaat je liefdesleven. Of je zegt, neemt er eentje mee voor je partner. Dat... Ja, mag ik eentje mee voor mijn partner, alstublieft? Oh. Ja. Jullie zijn allebei op zoek naar nieuwe collega's. Hè? Laten we het zo stellen. Dus niet dat het is geen jobbeurs. Maar hoe ziet het leven bij een professioneel leven? Bij Aquafin eruit? Hoe zou een professioneel leven bij Aquafin er kunnen uitzien? En hoe zou een professioneel leven bij de Seaweed Company er kunnen uitzien? Wel ja, bij Aquafin natuurlijk, ja, voordat je er gesolliciteerd, weet je niet, is dat daar eigenlijk leuk? Zijn die mensen daar leuk? Mm-hmm. Want voor mij is dat wel een van de belangrijkste dingen. Ik ben graag bezig met water, maar ik heb ook gemerkt, ja, gedurende corona, die eerste maand dat we moesten thuiswerken, mijn job was niet meer leuk voor mij. Allee, ik vond dat niet meer genoeg. En dan heb ik dat ook wel gezegd op het werk. En dan hebben ze al snel gezegd, maar heb je misschien zin om wat meer met de Blue Deal en zo bezig te zijn en zo nieuwe contacten te leggen? Hey, dan heb ik die kans ook wel gegrepen. En dat vind ik juist wel het toffe, dat we een heel breed bedrijf zijn. En ja, als je merkt, ja, dat is hier toch niet helemaal voor mij en zo, doen ze ook wel hun best om iets anders dan aan te bieden. En ja, dat is wel leuk dat er zoveel verschillende aspecten zijn binnen... Ja, ik ben één bedrijf eigenlijk. Heb je het gevoel dat je werkt aan de toekomst? Ja. Als je s'avonds naar huis rijdt, fietst? Dat denk ik wel, want het is echt ook... We krijgen ook vaak nieuwtjes van de operatoren die dan zich op de zuivering bevinden. Ja, vandaag hebben we eindelijk een keer een bever gezien bij onze, de plaats waar dat effluent in de waterloop geloosd wordt. En dat duidt wel echt op een goede waterkwaliteit. Mm-hmm. En zeker, ik ben nog jong, maar als ik mijn ouders mag geloven, is het nu al heel veel beter dan 30, 40 jaar geleden. Dus dat is wel goed om te zien. Ja. Even checken, hoe vinden we wat vinden van de chocolade? Goed, lekker, hè? Goed. Ja, hè? Zou het kopen? Zou je het kopen? Zouden jullie het kopen? Ja, ik ook. Ik vind het echt lekker. En het is ook gezond. Het is, kijk, de hoeveelheden die hierin zitten, die hamburger die is gezond. Dat is een kwart zeewier. Hier zit geen kwart zeewier in. Okay. Dus om daar de gezondheidsclaims aan te... Maar het is gezond. Kijk, chocola is lekker. Mm-hmm. Dus als je dan toch een reep chocola koopt, koop er dan eentje die bijdraagt aan de wereld. Ja, absoluut. Dus dat is het verhaal. Absoluut. Oké, en leven bij jou. De Seaweed Company. Ja. Professioneel leven. Ja, professioneel leven is... Ik zei net dat we mensen nodig hadden, maar is eigenlijk niet eerlijk. Want we hebben meer dan genoeg mensen. Er komen heel veel mensen op ons af die bij willen dragen. Ons probleem is eigenlijk, wat ik al zei, we zijn een start-up. Wij moeten investeerders vinden die deze geloven in deze toekomst. Dus... Anders komen mensen misschien met het idee van ik ga dadelijk allemaal solliciteren. Dan moet ik zeggen, het spijt me echt. Ik wil je heel graag aannemen. Het professionele leven bij ons ziet er gewoon heel apart uit. Er is geen blauwdruk. We weten niet 's ochtends hoe het werk eruit ziet. Iedereen die bij de Seaweed Company werkt is enorm gepassioneerd over zeewier. Maar de een die brengt logistieke eigenschappen mee. De ander is marinebioloog. De derde die weet wat over koolstofopslag. Maar samen zijn we echt een nieuwe industrie aan het bouwen. Dus wie wil daar nou niet werken? Er zijn vragen... Ja, maar misschien zijn er ook live vragen. Of niet? Ja, maar je mag er eentje kiezen, als je wil. Ja, ik wil eerst even... Is er iemand die nu een vraag heeft? Ja, mag ook. Dan, anders ga ik eentje daarin voorlezen. Ja. Wie durft? Ik
hoop krijg je een extra stukje chocola? Ah, dat is gemeen. Dat is gemeen, hè? Dat is echt gemeen. Okay. Dat stel ik een vraag. Oké, dan staat hier een hele leuke vraag van Senne Jacobs. Senne, ben je in de zaal of niet? Ja, weet jij hem nog of niet? Oui. Cool. Wacht, micro. Hoe bakken ze ons stuk C af en hoe zitten ze op vlak van eigendom? En zijn er overlapping met wetgeving en dergelijke? Dus de vraag is, hoe baken je een stuk zee af? Hoe zit dat met eigendom? Hele goede vraag, Senne, want de zee kun je niet kopen. Land, kun je een stukje land kopen en dan kun je een huis opbouwen of een boerderij beginnen. Maar je kunt geen stukje zee kopen. De zee is altijd van de overheid, het land. Dus je kunt wel een stuk zee huren of leasen. En dan krijg je dat bijvoorbeeld voor een jaar of 10, 20 of 50, afhankelijk van het land. Mag je dat stuk gebruiken? Dan moet je er een paar boeien neerzetten op de hoeken, dat er niemand doorheen kan varen. Of dat ze in ieder geval kunnen zien. En dan kun je daar zeewier gaan kweken. Oké, dan. Nog een vraagje? Er is er nog wel eentje hiervan. Welke criteria... Dat was van Jeff Michiels. Wij zeggen Jeff. Jeff, sorry hoor. Jeff Michiels. Of tenzij dat je Jeff... Ja, is je. Ja. Hoe zeg jij dat? Het is chef. Chef. Ja. Chef, oké. Ja, dankjewel. Ik vroeg mij af welke criteria er juist eigenlijk gebruikt worden bij het kiezen van welke soort zeewier dat u juist gaat telen. Want u heeft net gezegd dat er heel veel soorten zijn. Ja. 3 groepen. Maar daarbinnen is waarschijnlijk de keuze dan ook nog enorm. De keuze is reuze daar, 12.000 soorten. Dus hele goede, ook dat klopt, want daar hebben we heel veel mee te maken. En we kijken vanuit 2 kanten. 1, welke soort hebben we nodig voor de producten? Want elke soort zeewier heeft weer een andere eigenschap. De een heeft meer eiwitten, de andere heeft bioactieve ingrediënten die goed zijn voor de planten. Dus daar kijken we naar. Maar de andere is, van waar kunnen we die groeien en welke soorten groeien daar al natuurlijk? Wij brengen nooit soorten in die bijvoorbeeld uit Chili komen, om die dan in Nederland te laten groeien. Dus we kijken altijd naar lokale soorten. Dat is gewoon een, hoe zal ik het zeggen, een normale... Dat is bijna, het is geen wet officieel, maar wel een gentleman's agreement om dat zo te doen. Ja. Dus zo kijken we ernaar. Dank je. Van waar de vraag, Jeff? Van waar de interesse? Mag je dat vragen? Gewoon... Of? Wel, uit ecologisch perspectief een beetje, omdat als het gaat over, het is een bedrijf, het gaat ook over productie, het gaat ook over winst genereren, heeft ergens toch een belang, want anders blijft het niet duren. En dan denk ik van als je dan de soort die het meest opbrengt, het meest gaat kweken, heeft dat misschien wel een impact ecologisch op het ecosysteem absoluut, van de Noordzee absoluut. Bijvoorbeeld. Nou, je raakt een heel gevoelig punt daar. Toen wij de Seaweed Company begonnen, hebben we een aantal principes afgesproken. En één is van, wij werken met de natuur. En natuurlijk werken we met natuur, want het is natuurlijk spul. Maar we werken ook met binnen de grenzen van de natuur. Dus wij zullen nooit hele grote boerderijen gaan bouwen die alle nutriënten wegnemen. Of die waar wij dezelfde fouten gaan maken als monocultuur. Dus we bouwen liever 10 kleine boerderijen in India met lokale families, omdat we 1 megafarm gaan neerzetten. Dus inderdaad, daar kijken we heel erg naar, maken we ook keuzes op. Ja. Nog één? Ik weet niet of er... Er zijn nog vragen die niet per se a priori zijn ingediend geweest. Je hebt het even gehad over het belang van minder vlees eten. Ik heb een paar keer aangehaald. Mm. Nu, ik heb daar wel wat moeite mee. Ik ben zelf ook bewust. Mijn partner is vegetarisch, al 15 jaar, denk ik, ietsje meer. Ik heb dat 2 jaar gedaan, maar nu ben ik teruggeschakeld naar iets meer vlees te eten. Hè, omdat ik voel dat mijn lichaam dat nodig heeft. Ja. En ik vind dat wij in het Westen, heel de discussie rond er moet altijd maar minder vlees gegeten worden. Terwijl, ik heb het net een keer opgezocht, McDonald's heeft meer dan 40.000 vestigingen wereldwijd. Burger King heeft er 18.000. Daar wordt eigenlijk bijna niks over gezegd en die kunnen maar voortdoen. En het zijn vooral zij die de grote problemen veroorzaken rond water en rond droogte en zo. Dus ik vroeg me af hoe dat je daar eigenlijk tegenover staat. Ja, dat is een hele mooie vraag. Want wij zeggen niet automatisch niet nul vlees eten. Maar als je kijkt naar de huidige vleesconsumptie, die is uit proporties. Ik weet niet, toen wij wat jonger waren, denk ik, vlees aten, dan was het een stukje vlees op een bord. Als ik nu bij een strandtent een hamburger bestel, is die 180 gram. 180 gram, dat is een hoop vlees. Dat heeft mijn lichaam niet nodig, zoveel vlees. Dus ik
wat wij zeggen, wij houden drie regels aan. Eén is reduceer. Moet je nou echt elke dag vlees eten of niet? Kan het ook 3 dagen of 4 dagen? Dus eerst is reduceren. Het tweede is resize. Als je dan vlees eet, heb je dan echt dat hele brok nodig of kan het een stukje minder zijn? En de derde is replace. Als het uiteindelijk stukje vlees dat je nog eet, een kwart daarvan vervangt met zeewier, dan eet je nog steeds het vlees. De smaak is hetzelfde, de prijs is hetzelfde, het gebruiksgemak voor de beenhouwer is hetzelfde. En je krijgt ook nog een aantal voordelen. Je voegt namelijk vezels toe, er zit omega-3 in en je hoeft minder zout, de helft minder zout toe te voegen. Dus het mes snijdt aan twee kanten, maar als ze echte vleeseters het voorleggen, dan proeven ze het verschil niet. En dat is het mooie. We willen zeggen van geniet van je vlees en heb impact. En volgens mij spreekt jou dat ook wel aan. Evenwicht. Precies. Ja. Bioplanet. Ja. 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 Ik heb een vraag voor Eva van Aquafin. Graag. Wat zijn voor u de grootste barrières tot het hergebruik van water, zowel in drinkwater als proceswater toepassingen? Wat voel je zelf aan wat er... Ja, dat zijn vooral die barrières dat we moeten zorgen, zoals ik zei, dat die waterloop altijd voldoende debiet heeft om zijn ecologie in stand te houden en zo. En toch ook wel, je merkt ook, het is moeilijk om zo'n grote projecten, die moeten economisch rendabel zijn. Je moet onder de drinkwaterprijs blijven, want ja, bedrijven die nu op drinkwater zitten, die gaan pas meedoen in het verhaal. Ja. Als je er ook iets kunt aanbieden wat dat goedkoper is. Anders heeft dat geen kans op slagen. En daarbij zien we toch wel vaak, die drinkwaterprijs ligt. Eigenlijk is water goedkoop. Dat is redelijk laag. Ik ben nu niet aan het pleiten dat dat naar boven moet of zo. Maar dat is eigenlijk echt extreem, extreem goedkoop. En dan ook, die concentraatstromen is toch echt ook wel iets nieuws. Want onze zuivering, wat zuiveren wij? De stikstof, de fosfor, de zwevende stoffen en zo. De fecaliën echt. Maar je hebt de PFAS-problematiek, de medicijnresten en zo. Dat halen wij er niet zomaar uit met onze grote zuiveringen. En als je die er wil uithalen, moet je echt naar heel doorgedreven zuiveringssystemen gaan. Maar daarna bestaan ze wel nog altijd in die concentraatstroom. En wat doe je daar dan mee? Is het dan nog verantwoord van die te lozen? Of misschien te vermengen met meer water, zodat die concentratie kleiner wordt? Zeewier. Om het nutriënt uit het water te halen? Ja, maar het gaat niet echt over een nutriënt. Het gaat over die medicijnresten en die PFAS'en en zo. Het is wel heel goed dat we daar zoveel onderzoek naar uitvoeren. Vlaanderen is daar denk ik wel koploper in, met het 3M-schandaal. dat is iets heel... Ja, iets heel belangrijks, maar Denk jij dat water de volgende uitdaging wordt op de wereld? Ik denk dat het al een uitdaging is. Dat klopt. Ben jij daar niet van overtuigd? Ik zie het steeds meer gebeuren. Hè. De kranten stond nu, de zomer is nog niet begonnen en half Europa is alweer droog. Dus dat is... Daar staan we alleen nog niet zo bij stil. Dus, En ook, ik denk dat het ook heel moeilijk is voor het beleid om daar correcte wetgeving rond toe te passen. Want tot voorheen werd ons effluent eigenlijk rechtstreeks gebruikt voor irrigatiemethoden. Maar nu zijn er ook heel veel strengere kwaliteitseisen rond. Ook een beetje omwille van die angst voor die micropolluenten, zoals medicijnresten en PFAS'en, hebben ze die normen eigenlijk heel, heel streng gezet. Waardoor dat niet meer economisch rendabel is. Boeren zouden het effluent moeten gaan opzuiveren tot bijna drinkwater om nog te mogen gebruiken als irrigatie. Dan gebruiken ze ook gewoon drinkwater en dan gaan ze niet al die moeilijke stappen doorlopen. Dus dat is ook zo wel wat moeilijk. Ik weet zelf niet, daar ken ik te weinig van, of dat een voorzichtigheidsprincipe is van de overheid of niet, dat weet ik niet. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar al die wetten en regels maken het wel heel moeilijk om aan circulair watergebruik te doen. Ik sta ondertussen onder strikte instructies om af te ronden voor 4:15. Dus ofwel nog een snelle vraag. Een snelle vraag. Mag je, als je wilt, mag ik even recht staan. Is er iets dat wij thuis kunnen doen voor het helpen met het waterniveau te onderhouden? Topvraag. Ja, yes. Zeker. Wat dat wij altijd aanbevelen bij mensen thuis, als wij langskomen met rioleringsprojecten, is om het dakwater eigenlijk sowieso zoveel mogelijk te gaan hergebruiken door een hemelwaterput. Maar dan
die overloop van de hemelwaterput is meestal aangesloten op de riolering. En mensen die hun hemelwaterput nooit gebruiken, ja, dan heeft dat geen enkele buffercapaciteit. Dat staat altijd vol en dan loopt het gewoon over naar de leiding. Maar wat dat, naar de riolering. Maar wat dat heel handig is, is als je die overloop gewoon aansluit op een infiltratievoorziening. En dat klinkt nu... iets groot, maar dat is eigenlijk gewoon een verlaagde zone in je tuin dat dan gevoed wordt met regenwater. En dat infiltreert daar gewoon, afhankelijk van de bodem in je tuin, snel of traag. Maar dat is eigenlijk juist... dat is nog altijd je tuin. Hè. Je kunt daar nog altijd op spelen of op gaan zitten. Alleen als het regent, gaat er daar een beetje water in staan. En dat is al een heel groot verschil als mensen hun dakwater eigenlijk op hun eigen terrein zouden houden en niet zouden afvoeren naar de riolering. En als ik nog even mag toevoegen vanuit zeewier, die medicijnen en zo die je eet, die je op hebt gemaakt, alsjeblieft gooi die niet door het toilet. Want die komen ook in het zeewater terecht. En dan komen ze in onze product, in zeewier. Mijn chocolade. En dat willen we ook niet. Dus we hebben gewoon hetzelfde doel wat dat betreft. Ja, dus. Ja, dank je. Oké, nog een laatste vraag, omdat het een toffe madame is. Ja. Laatste vraag. Ja, dus wij zijn regelmatig in het buitenland. En wat mij opgevallen is, bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in Ghana, is er heel veel aanstroom van zeewier. Ja. Mijn vraag is een beetje, is dat doodzeewier en kan dat nog gebruikt worden of niet? En is dat dan ook een idee van jullie uit, van jullie organisaties, zoals dat bijvoorbeeld Ocean Cleanup en River Cleanup, dat ze de mensen lokaal gaan opvoeden rond, wat kan je daarmee doen? Want nu steken ze dat gewoon onder het zand en het is niet meer zichtbaar. Ja. Maar eigenlijk kan het een andere functionaliteit hebben, maar die mensen zijn daar niet van op de hoogte. Ja, het is een ontzettend groot probleem. Het is sinds 2011 dat in de Amazone meer bossen worden gekapt. Daar wordt meer soja verbouwd en al die kunstmest en pesticiden raken het water in en die komen in de grote golfstroom. Dat leidt tot een zogenaamde bloem. Dat heet sargassum, dat zeewier. De stranden van Ghana, de stranden van de Caribbean liggen helemaal vol met zeewier. Als het op het strand komt, is het een heel groot probleem. Het gaat rotten. Er komt een dodelijk gas vanaf. Ja, het is niet eens wenselijk, maar zelfs soms dodelijk. En het doodt alle marine biodiversiteit daar. We zijn aan het kijken, ook met de Ocean Cleanup, inderdaad van wat kunnen we daarmee doen? Kun je met het zeewier wat doen voordat het op de stranden ligt? Dat is het belangrijkste. Maar er is een hele subtiele zone waarin dat kan, want als het ver nog in de oceaan is, dan is het ook een broedplaats voor schildpadden en haaien en zeeleven. Dus er is een zone van zo'n 500 meter en daar wil je het opvangen. En we zijn Gisteren hadden we een gesprek met een partij die dat wilde gaan doen. En vanochtend met een hele grote papierfabrikant. Die zit te kijken of ze dat zeewier kunnen gebruiken om als de vezels daarvan voor papier te gebruiken. Dus dat is er nog niet, maar we zijn wel bezig met die gesprekken. Want het is een heel groot probleem inderdaad. Ja. Ja hoor, gaan we door. Ja, dus om een stap verder te denken, dus je spreekt over die verpakking, plastic, dat is dan eigenlijk geen plastic meer, maar ik weet dat er inderdaad ook een firma bekers maakt. En bijvoorbeeld Ghana, een grote uitdaging is ook het plastic dat daar altijd in overloot in de oceaan terug gedumpt wordt. Dus ik denk rond educatie dat daar nog heel veel moet rond gebeuren. Ja. Want wij hier hebben natuurlijk al veel stappen voor op die mensen en die samenlevingen, maar ik denk dat er nog beginstapjes zijn voor hen om daar ook iets aan te doen. Ik denk het ook. Ik denk dat we er ook allemaal bij nodig zijn. Dus, ja. Dank je. Ik ging vragen van waar die passie... Nu ben ik geprikkeld. Van waar die passie? Ja, ik ben enorm met de natuur begaan en met mijn gezondheid. En dat komt in alle delen van de wereld komt dat in aanraking. En ik erg mij enorm aan vervuiling. Oké. En dat heeft enorm veel impact op ons systeem. Dus ja, wij zijn de doener, maar we moeten ook de ontvanger zijn. En we moeten daar zelf iets gaan aan doen. En ik denk de nieuwe generatie, ja, jullie zijn er allemaal klaar voor. Jullie zijn allemaal veel slimmer dan onze generatie. Of mijn generatie, sorry. Dus doet er zeker iets mee. We kijken er naar uit, alleszins. Heel mooi. Mooi en afsluiter ook. Ja. Fantastisch, bedankt. De allerlaatste vraag op de allereerste editie van Love Tomorrow Campus. Ja, dat moet gaan over passie en liefde. Als jullie denken aan de toekomst, waar vloeit dan jullie liefde naartoe? Waar worden jullie blij van? Waar werd jij er net emotioneel van? Nou, ik zat te denken aan de toekomst. En toen ik de Seaweed Company begon, was dat ook om iets neer te zetten wat tastbare impact heeft voor mijn generatie, voor mijn kinderen, maar ook voor hun kinderen en helemaal voor de kinderen die ik nog helemaal niet ken. Dus voor de generatie die gaan komen. En dat was mijn drijfveer. Mm-hmm. En met zeewier, nogmaals, jullie hoeven allemaal niet met zeewier te gaan werken, maar voor mij is dat een manier om echt tastbaar bij te dragen. Dus er zullen heel veel gebieden zijn, maar dat is voor mij de passie. Wij zijn daar heel dankbaar voor.
Eva, als jij zo denkt, waar slaat ja, ik hoop gewoon... ik ben ook wel begaan met klimaat en zo, maar het stoort mij soms dat het heel moeilijk is om andere mensen mee te krijgen. Maar toch probeer ik dat wel echt goed te doen en zo. En ik hoop echt... Ja, dat er dan toch wel een nieuwe golf aankomt van meer en meer mensen die daarmee mee zijn en minder mensen die er niet in mee zijn. Want ja, het is natuurlijk jammer om te zien als je zelf zoveel moeite doet, dat er dan mensen zijn die geen moeite doen, terwijl dat eigenlijk hoeft dat zelf nog geen moeite te zijn. Het is makkelijk om kleine dingen te doen. Zoals dat Sarah daarnet zei, je moet niet een perfecte greenie zijn, maar doe gewoon de dingen dat voor u het minst moeite zijn en waar hij het meeste uit haalt. Ja. Ik denk dat dat de perfecte samenvatting is van vandaag. Ik zou jullie van harte willen bedanken, allebei. Joost en Eva, en jullie ook, dat jullie er waren vandaag. Ik hoop dat jullie even hard genoten hebben als ik. En dat jullie nog blijven vanavond. En dat jullie een mooie toekomst te wachten staat. Daar gaan we voor. Ja, hè? Dank u wel.